In 2001 ben ik gepromoveerd op een proefschrift dat ging over vrouwen en hart- en vaatziekten. En sinds die tijd ben ik al gegrepen door dat verschil tussen mannen en vrouwen in de geneeskunde. Ik ben Janine Roeters van Lennep en ik ben internist vasculaire geneeskunde. En dat betekent internist gespecialiseerd op hart- en vaatziekten. En sinds 2010 werk ik hier in het Erasmus MC. Nou, ik behandel patiënten met familiaire hypercholesterolemie, FH, dat is erfelijk verhoogd cholesterol. Het is een erfelijke aandoening die vrij veel voorkomt. 1 op 250 mensen in Nederland heeft dat. Dat zijn in totaal dus 60.000 mensen. Maar nog niet eens de helft van de mensen weten dat ze dat hebben. En dat zijn mensen die zijn helemaal niet ziek. Die zijn zoals jij en ik. Alleen hebben ze in hun bloed een verhoogde cholesterolwaarde. En we weten dat als je daar niets aan doet, dat ze dan een heel hoog risico hebben op jonge leeftijd al hart- en vaatziekten te krijgen. Nou, op het gebied van hart- en vaatziekten zijn verschillen tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld de klachten die mensen hebben bij een hartinfarct. Maar ook op hele andere vakgebieden heb je man-vrouw verschillen. En één daarvan is pre-eclampsie, dat is zwangerschapsvergiftiging. Vrouwen die in de zwangerschap heel ziek zijn geweest, een hele hoge bloeddruk hebben gehad en vaak ook te vroeg bevallen en te kleine kinderen hebben. Ze zijn niet alleen ziek in de zwangerschap, maar wat we tegenwoordig weten is dat ze ook lange tijd na de zwangerschap, op latere leeftijd, een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Maar hier in het Erasmus MC hebben we nu besloten dat we daar ook concreet iets voor die vrouwen mee willen doen. Dus daar hebben we samen met de afdeling gynaecologie hebben we de follow-up pre-eclampsie-poli, de FUPEC-poli, opgericht. En op deze FUPEC-poli zien we vrouwen die pre-eclampsie hebben gehad, zien we langdurig terug. Dus wat we doen is dat we ons vooral richten op preventie en op het gezond houden van deze vrouwen. Nou, mijn toekomstvisie is misschien heel ambitieus. Aan de ene kant is mijn visie op de geneeskunde dat man-vrouw verschillen volledig helemaal geïntegreerd zijn in zowel onderzoek als onderwijs, maar ook in de patiëntenzorg. En mijn persoonlijke droom is dat ik helemaal dokter kan zijn voor gezonde mensen en dat ik geen zieke mensen meer hoef te behandelen, maar dat ik me helemaal kan richten op gezonde mensen gezond houden.